Goedenavond. Vanavond zijn we getuigen van een oorlog die nooit het daglicht te zien kreeg. Een ongelooflijke strijd diep onder de grond. Morgen is het precies 80 jaar geleden dat een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Die grote oorlog werd 4 jaar lang gekenmerkt door een bikkelhard loopgravengevecht in de IJzerstreek. Maar wat weinigen weten is dat zich diep in de grond, onder die loopgraven, een heel andere strijd afspeelde. Om de impasse te doorbreken probeerden zowel de Engelsen als de Duitsers tunnels te graven tot onder de vijandige linies en die dan op te blazen. In totaal werden maar liefst 3000 kilometer tunnel gegraven, soms op een diepte van 40 meter. Er kwamen gespecialiseerde Britse ingenieurs en mijnwerkers aan te pas. En dat gebeurde allemaal in het grootste geheim, zonder dat de soldaten boven de grond er iets van merkten. Voor het eerst in 80 jaar, en speciaal voor Telefacts, gaan een aantal van de tunnels van toen weer open. Christophe Dane neemt ons mee op een merkwaardige ontdekkingstocht. Diep onder de loopgraven liggen al 80 jaar, onaangeroerd, de resten van een ongekende strijd. Meer dan 3000 kilometer tunnels zijn de stille getuigen van de geheime oorlog van 1418. Dat was hier de frontlinie. Daar zijn overal ondergrondse constructies. Overal. Dat is hier een netwerk van hang. Johan van de Wallen steekt al zijn vrije tijd in het speuren naar de tunnels. Sinds hij als jongen van 13 een ingang vond, heeft dit ondergrondse leven hem niet meer losgelaten. Hij ging zelf aan het werk bij een bedrijf dat gangen onder kanalen bouwt. Ook als hij vandaag door Flanders Fields rijdt, dwalen zijn gedachten af naar het ondergrondse. Ja, wanneer ik links of rechts kijk, dan zie ik de verschrikkelijke taferelen die ze hebben afgespeeld. Ja, dat stukje hier. Hier hebben we een meedogenloze gevechtenplaats gereden tussen de Engelsen en de Duitsers. Op deze afstand hier, we spreken hier over een afstand van een 600-tal meter, een vogelvlucht. Er zitten hier 4 constructies. En er is accommodatie voor boven de 1000 man. Iedere constructie bood voor 225 man accommodatie. Vanuit de loopgraven worden volledige kazernes onder de grond gebouwd. Maar naast de accommodatie voor de soldaten bereiden beide kampen nog een andere ondergrondse oorlog voor. Omdat ze geen meter terrein meer veroveren, stelde Londense aannemer John Norton Griffiths voor om de vijand te ondergraven. Maar de Britse oorlogsregering wil van dit plan niks horen. Tot het Duitse leger in december 1914 10 Engelse stellingen ondermijnt en opblaast. De tunneloorlog is een feit. Er werd geen selectie gemaakt tussen jong en oud. Er zaten mensen tussen die tegen de 60 waren. Dat hij gebruikte als tunnelgravers. In Boezingen heeft Johan de ingang van een tunnel teruggevonden. Zoals de tunnelers in 1418 in de modder hebben geploeterd, zo halen Johan en zijn vrienden emmer voor emmer het slijk naar boven. Het lijkt wel of de tijd is blijven stilstaan. Alleen het gesis van de obussen en het geratel van machinegeweren ontbreekt. We hopen dat dat complex goed bewaard is. We hopen dat. Maar we hebben er wel 11 opgeraden en enkel 2 ervan waren in goede conditie. Dus dat wil zeggen 90% van ongrondse constructies zijn gewoon weg en gestort. Stap voor stap onthult de tunnel haar verborgen geschiedenis. Samen met Johan zijn we de getuigen van een van de vele ondergrondse constructies. Voor de eerste keer in 80 jaar kan een cameraploeg beelden maken in de tunnel. Hier is nog een klein kamertje. Zo'n dergelijke kamertjes zoals deze. Ofwel was dat een materiaalkamertje, ofwel was dat ook de plaats die voorzien was voor de behoefende wc's. Er is hier een tafel die hier nog staat, een tafelblad. Er is hier nog een kamer, een tweepersoonskamer. Op aanwijzingen van Johan wordt de bodem laag na laag weggeschraapt. Kleine vondsten geven aan dat ze op het goede spoor zitten. En dan vinden ze uiteindelijk de ingang van de tunnel. We willen gewoon weg te weten komen, hoe ziet dat eruit ondergronds? Waar hebben de jongens gelegen? Waar hebben ze geslapen? Waar hebben ze gegeten? Als ze de tunnel ingaan, moeten ze heel voorzichtig zijn. Elk scheurtje kan wijzen op een mogelijke instorting. En in de tunnel kunnen zich ook gassen hebben gevormd. Maar elke keer weer is het een spannend moment om te ontdekken wat de constructie zal prijsgeven. We hebben een keer het geluk gekregen van een goede constructie binnen te komen. Dat was een klein kamertje. Er was een tafel, een vaste spijker aan de muur. Dat is een vaste tafel. En daar stond nog op een sardineblikje. Het mes, de vork, lag er nog. De lamp,
Die stond op dat tafeltje nog. Veel tunnels tellen gangen met aan de zijkant een reeks britsen, waar de soldaten met twee naast elkaar en met drie boven elkaar sliepen. De bedden zijn maar een halve meter breed en 50 centimeter hoog. Dus op die britsen was er gewoon een kippenhaas voorzien, waar ze op sliepen. Sommige constructies die we ontraden hebben, is het verschil van beddekens of britsen, is dat ze gewoon met wat telefoondraad ommonden zijn. Dus tussen de kepers is ze gewoon met een telefoondraad ommonden, waar ze zuttelen zaten opleggen, die dienden als een matras. Het uitgraven van de constructies was een gigantisch werk, maar de speciaal opgeleide tunnelers hadden een bijzondere positie aan het front. Bij de opgravingen komt stilaan het verleden tot leven. Bij elk voorwerp dat de tunnelgravers vinden, kunnen ze zich iets beter voorstellen hoe het dagelijkse leven in de onderaardse gangen eruit zag. Dat is wel eigenaardig, dat is in iedere constructie. Dat we, ja, de goeie natuurlijk, we hebben er twee goeie van teruggevonden. Ja, en daar vind je toch altijd de roemflessen in. I was always looking forward to that drop of rum. Hoewel het leven in de tunnels verre van ideaal was, was het de veiligste plaats aan het front. The tunnel was just a matter of safety. They could, the shells, the bombs, everything. No machine gun, you see. No machine gun down there either. Soms drongen de soldaten door tot de tunnel van de vijand en vonden er hevige gevechten plaats. In de tunnelwanden van Mount Sorel vinden Johan en Pieter de sporen van zo'n strijd terug. Luitenant John Westergott beschrijft het in een dagboek. Wat er zijn afgespeeld. Dus hij beschreef dat ze gewoon met elkaar, ja, maar de vechtpartij maar schoppen. De granaten rolden gewoon in donker. Er was hier een beetje licht. In donker, kan je dat voorstellen? Iemand tegenkomen en gewoon de tijd niet kan nemen om te vragen of gewoon voel je hem, maak hem af. In 1916 hadden de diverse tunnelcompagnies op 24 plaatsen de Duitse stellingen ondermijnd. Maar pas op de zevende dag van de zevende maand van 17 werden de Duitse troepen de lucht ingeblazen met 500.000 kilogram springstof. Hebben jullie die ontploffingen gehoord? Ja. Ja, de luitenant had mij gezegd om dat uur. En het was exact. En er was een klapsel. Zo onder de grond. And the dirt goes right up in the air, terrific right. You see, that comes down like a shower, you know. Shower of dirt. And men make a damn great hole. Vandaag zijn de kraters in West-Vlaanderen nog altijd het bewijs van het grote offensief van 7 juli 1917. Van de 24 aangelegde mijngangen zijn er uiteindelijk 19 ontploft. Eén hebben de Duitse soldaten onschadelijk kunnen maken. Vandaag liggen er dus nog altijd 3 onontplofte mijnladingen.